En een plastic zakje heb je ook niet bij, zeker? Ik kom net van de slager. Ik kan toch moeilijk? Nee, nee. Hoewel? De ene worst bij de andere. Zouden ze vechten, denk je? Wat denkt u? Altijd de moeite waard om het te proberen. Nee, nee, laat maar. U heeft vast wel geen worst gekocht vandaag. Nee, waarom niet? Zo'n chic madameke zoals u koopt op een mooie zondag als vandaag zeker geen worst. Oh nee, u vergist zich. Oh ja? Ik ben geen madameke. Ik ben nog een juffrouw. Hoe chiquer de vrouw, hoe leger de tafel. Dat zei mijn vader altijd. Moet ik dat als een belediging nemen? Of eerder een compliment? Aan u de keus. Maar ik wil u zeker niet beledigen. Het gaat mij om uw hond. U mag zich bij mij meer permitteren dan uw hond. U bedoelt toch niet dat ik in uw gazon... Nee, excuseer. Dat was maar bij wijze van spreken. Stel u voor. Hoe bedoelt u? Stel u voor. U stelt zich dus voor dat ik... Nee, ik stel mij niks voor. Ik ben een beetje in de war, denk ik. Komt dat door mij? Ja, nee. Door die hond van u. Hij bemest mijn gazon. Dat is toch goed? Ja, maar niet als alle honden uit de buurt hier een pakje achterlaten. Weet jij hoeveel mest dat is? Dat zijn honderden kilo's. Honderden? Ja, op één maand tijd, hè. Ik woon hier nog geen maand. Ja, dat weet ik wel. En de samenstelling van de fecaliën van mijn Mercedes. Zijn u niet van die aard dat ze uw gazon... Ja, waarom lacht u nu zo? Ik ben leerkracht biologie en ik weet dus heel goed... Mijn Mercedes, maar juffrouwke toch. Zo'n Pekinees noem je toch geen Mercedes. Dat is toch geen 2 pk'tje. Dat is een bolletje wol aan een draadje. Een Pekinees, meneer, is van vorstelijke afkomst. En dit jaar moest de naam beginnen met een M. Mini Cooper. En daarom heb ik hem genoemd naar de prinses van Asturias, Maria de las Mercedes. Dat was de dochter van koning Alfons XII van Spanje en koningin Maria Christina van Oostenrijk. En als hij grom... Dan gromt hij als een oude diesel. Jongens. Prinses Mercedes kakt in mijn gazon. Ik zou u even dankbaar moeten zijn, wat een eer. Kent u iets van honden, meneer? Nee, gelukkig niet. Maar wel van auto's. Ik ben toevallig leraar automechanica en ik kan u verzekeren... Met zo'n Mercedes zal je niet verrijden. Toch tot aan uw gazon. Ja, dat klopt. Ik lig al dagen op de loer. Hè. Ik dacht, verdomme, wanneer kakt haar win? Spinnekopje nog eens mijn gazon. En dan spurt ik de deur uit en... En dan maken wij kennis. Voilà, het is eruit. Verdomme, heeft dat moeten gekost. Ik ga nu maar eens, hè. Ja. Naar mijn huizeke. Ja. Ik woon daar alleen. Dat weet ik. Ik vrees dat die biefstuk te groot zal zijn voor één persoon.
Een glaasje wijn of gewoon een biertje. Je hebt het maar te kiezen. Kom, prinses. Thank you.